Europese Commissie, het Huis van Europa. European Union Liaison Office of the European External Action Service. En daar is de tower, de little tower of Marky Rutte. Marky Mark Rutte. Dus ja, heel veel mensen weten dat niet. En hier is dan ook de Europese vlag. En het Huis van Europa. En dat is naast de Van Lanschot Bank. Dat is de Bank van de Koning. Wisten jullie dat? Ja, zit ook in Zwitserland. En vorig jaar toen zat ik in de auto. Toen wilde een van de directeuren stel op sprong met een noodgang naar Katwijk aan Zee komen. Hij belde op dat moment met mijn cameraman, Pieter Paradliet. Echt waar. Wat was er dan loos, joh, met Van Lanschot? Waarom wilden ze naar Katwijk komen? Pieter zegt, we hebben wat anders te doen. Want Pieter was met mij de hort op. En daarom ben ik ook vastgezet. Het is dinsdag 25 januari. Kijk daar eens, lange voorhout achter je. Triple A plek. Superbelangrijk. Met het superbelangrijke lobbyistenkantoor Meiners Holla. Waar Ben Bot werkt. En die was 12 jaar lang de hoogste man van de Carnegie Stichting. Van het Vredespaleis, maar hij was tevens lobbyist. Belangenverstrengeling, daar gaat het altijd om, hè. Dubbele petten. En ik, als ik voor de politie op de vlucht ben, als ze me weer willen oppakken, dan ga ik hier vaak uitrusten op dit leuke, karakteristieke bankje. Maar dat is een geschenk van iemand, zeggen ze. In dankbare herinnering aan en ter vererende nagedachtenis van Hare Majesteit Koningin Emma. Daar zijn ze weer, de familie van Oranje. Sorry, excuses daarvoor. Maar dit is aangeboden door de Orde van Vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden in het jaar 1938. Vernield in 1940, heropgericht in 1959. Nou, de bankje staat dan ook bij het voormalige werkpleis van Beatrix. Daar hebben ze het Escher Museum in gegooid. Maar als je wel eens gaat kijken. Wij kijken ook wel eens. Wij lopen wel eens langs panden en dan lopen ze even niet zo snel. Stil, zit. En dan is het altijd heel interessant om te kijken van welke bedrijven zijn daarin gevestigd. Hier zie je bijvoorbeeld, lang over oud 86, zie je staan, Financieel Dagblad. Dat is van Martijn van der Vorm. Dus dat is ook, best wel interessant, toch? Martijn van der Vorm is een miljardair. Hij staat ook bekend als de man die niet gezien wil worden. Woont in Monaco, zeggen ze. Maar misschien zijn we hem hier wel heel vaak tegengekomen. Dat weet je niet. Want hij is de man zonder gezicht. Maar Financieel Dagblad, het is toch interessant als jij kan bepalen welk nieuws er naar buiten komt. Voorkennis, weet ik het allemaal. Dus Martijn van der Vorm, niet vergeten, hij is eigenaar van het FD en BNR Radio. Dus als je Thomas van Groningen ziet, dat is een ambtenaar van Martijn van der Vorm. Dus Thomas van Groningen, alles wat hij zegt, ja, dat moet hij doen in opdracht van een miljardair. Dat kan. En Montesquieu Instituut is heel interessant. Want zij de biografieën van de leden van de Tweede Kamer. Van de parlementsleden of van de senatoren. En ga maar eens zoeken. Dan kom je dat... sterker nog, ik ga dat nu even doen. En heb je even tijd, Pieter? Heb je me in gedachten al verwenst vandaag? Je oma Huig, zeg dan. Ja, oma Huig. even kijken, Kesteren, parlement. Parlement.com. En dan krijg je... ik krijg een verbinding. Kutzooi. Sorry, excuses daarvoor. Maar Montesquieu Instituut gaat ook over de bio's. Maar ja, wat laat je weg en wat doe je erin, toch? Welke nevenfuncties laat je weg? En laat je dan weg dat Van Kesteren ooit journalist was? Hij is ooit journalist geweest. Volgens mij zei hij vorig jaar nog dat hij dat weer ging worden of zoiets, toch? Piet? Klopt. Ja. En hoi Nick Jan. Maar dat is heel belangrijk, want ik ben erachter gekomen dat bijvoorbeeld Winnie Zorgdrager, die had in Groningen gestudeerd, maar ze had iets weggepoetst van haar lijdentijd. Zij was namelijk in 1966 ook een studie rechten begonnen. Samen met Demmink. Ja, dat is best wel interessant toch, als je dat wegpoetst. En in 1995 was zij minister van Justitie ten tijde van de IRT-affaire. En Joris Demmink was toen haar coördinator drugsbeleid.
En iedereen werd herplaatst en verplaatst en ontslagen na de IRT-affaire en een hoop gezeik. Twee man werden opgehangen, Klaas Langendoen en Van Vondel, of Vondel. Die werden aangewezen van, joh, jullie zijn een zondebok en de Fiat laten we lekker buiten beschouwing. Want de Fiat, daar hebben ze nooit onderzoek naar gedaan. Naar Teven niet, naar Gerard Bakker niet. Is betrokken bij mijn toofpotdossier. Gerard Bakker, de trommelaar van Kleintje Pils. Ga maar googlen, hij bestaat echt. Hij heeft mij aan tafel gezeten. Ik bij hem. Of hij bij mij. Ik wilde na het gesprek op de foto. Wil jij wat zeggen, Pieter? Financieel Dagblad is onderdeel van Hall Investments. Financieel Dagblad is onderdeel van Hall Investments. Net als Boskalis, die nu op de Tjalmaweg bezig zijn. Met die rotzooi, die boommix. Weet je wel? Dat we straks, als straks het drinkwater van Katwijk aan Zee is aangetast, mogelijk door dat gif. Ja, dan zeg ik, Martijn van der Vorm is de schuldige en die moet dokken. Ja? Niet dat jij straks 5 euro moet gaan betalen voor een liter water. Wat misschien gaat komen, weet jij veel? Ik ben nu op weg naar de Eerste Kamer. Maar ja, onderweg kom je heel veel scholieren met mondkapjes tegen. Maar ook, kijk, is het lijkt wel de gaarkeuken wat je vroeger had. Daar ken je dan foto's van, maar hier staan ze dan in de rij voor een broodje. En gezellig in de kou, lekker toch, in de buurt van de Dennenweg. Vlakbij Mark Rutte, een van zijn favoriete cafés. Café de Landman. Ja, en daar vierde Hoefnagel altijd zijn verjaardag. Samen met Jan-Wolter Waarbeke. Zedenverdachte in de Rolodex-zaak met Demmink. Niet vergeten. Ik stond bij dat verzamelgebouw bij het Lange Voorhout. En toen zei ik nog, parlement.com. En dat is dan Niek-Jan van Kesteren. Zie je, hij is de fractievoorzitter. Hij is nummer 1, hij is lijstduur in Katwijk aan Zee. Voor het CDA is hij nummer 31. Hij was een van de belangrijkste, is nog steeds, wij zeggen altijd, hij stuurt Rutte aan. En dat is ook zo. Rutte moest een klus uitvoeren voor het bedrijf van Pieter. Het is echt gebeurd. Voor de Faroe-eilanden, ga maar googlen. 2017 hebben Rutte dat gedaan. En Faroe-eilanden, de bevolking van Faroe-eilanden, ja, die kwamen er niet goed van af. Maar hier staat dan, wil je een uitgebreide versie zien? Dan moet je, zie jij het? Dan moet je de Montesquieu-instituut... En dat zit dus daar. Dus dat wil ik je alleen maar even duidelijk maken. Van wat laat je zien en wat laat je niet zien? Wat laat je weg? Zo werkt dat. Want kijk, die senatoren weten natuurlijk allemaal van elkaar. En dan gaan ze elkaar eens lijstje zitten kijken. Je kan je cv upgraden, maar je kan ook een vuiligheidje weglaten. Je hebt ook het recht om vergeten te worden. Google heeft honderdduizenden... hits, linken naar Demmink weggehaald vanaf 2014. Honderdduizenden. En dat heet, ze hebben een wet in werking geroepen. Je hebt het recht om vergeten te worden. Als je mij gaat googlen, als mij iets overkomt, ik ga voor eeuwig de boek in als de bedreiger van Rutte en de jongen. Dat ben ik helemaal niet. Dat komt door die NCTV en hun trollenafdeling. Zo werkt dat. Zij kunnen dat. Ik moest gecriminaliseerd. Ik moest gecriminaliseerd worden. 6 lettergrepen. Het is geen film, een hele slechte film. En ik ben de hoofdrolspeler. Wat is dat, Pieter? Jij zei vorige week nog van, moet het niet andersom zijn? Moeten dat niet bloedspetters zijn, toch? Hele interessante gedachte. Dit is trouwens, je kan hier ook paardrijden, zie ik. En het is toch gezellig? Dat hele gezellige gemeente Den Haag, ja. Nee, we zagen net een dienstauto. Maar volgens mij was dat van een senator. En dit, de man die hier loopt, dat is Paul Abels. Dat is van de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid. Dankzij de NCTV ben ik in de gevangenis geplaatst. En hij is een topspion. Hij is ook een archivaris, een onderzoeker. Woont ergens, of kerkhistoricus. Maar ze geven je gewoon een stempel. Maar ja, vanaf de jaren 80 werkt hij al bij de Binnenlandse Veiligheidsdiensten en zo. Maar dankzij, ik heb een klacht tegen hem ingediend. Zo is dat gegaan. Mijn theorie is, doordat ik een klacht heb ingediend in september 2020... had ik contact met de secretaris-generaal Dick Schoof, Pieter-Jaap Aalbersberg,
de directeur Nationale Crisisbeheersing HP Schrijnemachers. David Berg, de strategisch directeur en analyse directeur van de NCTV. Maar ja, ik heb met de NCTV aan tafel gezeten en hij was het hoofd analyse. Maar hij was tevens de kwelgeest van Pieter Omtzigt. Ga maar googlen. Paul Abels en Pieter Omtzigt. Hij heeft, vorig jaar kwam hij in het nieuws en er zijn ook nog kamervragen over gesteld over deze kwestie. Maar Paul, er is ook nog sprake van een angstcultuur bij de, echt waar weer, bij de NCTV. Onder de etage van Jesselgus en Weerwind. En dat is nog niet opgelost. En hij is niet ontslagen. Nee, hij heeft, ze hebben een baan voor hem gecreëerd. Hij is nu hoofd van de NCTV Academy. Zo, dat was een mondvol. Het is 1:05. Ik moet een beetje fluisteren. Het is zometeen uit de PA-tijd. Het is dinsdag 25 januari. Toen ik in mijn cel zat in Almelo, toen las ik opeens dat Ed van Tijn was overleden. En daar zegt, hoe heet ze? Femke Halsema over, hij ademde Amsterdam. Ze zeggen van alles, joh. Van de doden niks dan goeds. En ah ja, hier, kijk, Edje, Ed van Tijn. Maar ja, waar ken ik hem nou weer van? Van minder leuke dingen. Van het pedo-onderzoek naar Joris Demmink. Ze zeggen, dat kan toch niet? Daar ook alweer. En de rechter moet zich buigen over de vraag of Broersma moet verklaren of oud-burgemeester Van Tijn in verband met jongens prostitutie stond. Dan hebben we het over 3 juni 2016. En Broersma, die had in 2014 had hij zich beroepen op zijn zwijgplicht. Of het recht om te zwijgen, zwijgerecht. En, maar Broersma was de commandant van het ultrageheime team wat Demmink onderzocht. In 2014 heeft Broersma gezegd dat Demmink zedenverdachte was in 1997-98. Eerst wilde hij zijn mond houden, maar toen ging hij toch verklaren. Op 15 april 2014, ik weet het nog, was een hele memorabele dag. Ik dacht toen dat Rutte zou vallen, het kabinet. Maar hij zit er nog steeds. Hij gaat nog steeds naar zijn werk, Rutte. En nou, ik kom in vrede. Ik ben niet de bedreiger van Rutte. Dat heeft de NCTV ervan gemaakt. Die man ook die net voorbij liep. Maar dus dit. Toen werd er gezegd, Broersma die moet nog gaan. Er moet nog een verder voor plaatsvinden van Emiel Broersma. Dat had de rechter bevolen en besloten. Maar dat is nooit meer gebeurd, dat verhoor. Of ja, dat is nooit gebeurd. Emiel Broersma en ik ben zelf aanwezig geweest bij het verhoor van Chris de Grauw. Een hele serieuze zedenrechercheur die echt heel lang in Amsterdam op de afdeling kinderporno en kinderprostitutie. Het is trouwens geen prostitutie. Nou maak ik zelf ook een fout die de pers vaak maakt. Het is geen kinderprostituee, het zijn kinderen die in de seksindustrie zijn geplaatst. Die hebben er helemaal niet voor gekozen, maar die zijn door volwassenen in een tent geplaatst. En daar hebben dan ambtenaren en justitie, pedo's, ze bestaan echt. Hè? Dus hoezeer de hoofdofficier wil zeggen van ze bestaan niet en je mag niet zo'n justitie-pedo's zeggen. Er is onderzoek naar gedaan en er is onder ede over verklaard. En de mensen die daarover hebben verklaard, Leen de Koter, Chris de Grauw en Emiel Broersma zijn nooit vervolgd voor mijnheid. Want dan hadden ze gelogen onder ede, hadden ze maximaal 6 jaar celstraf kunnen krijgen. Laat dat eens even op je, weet je wel, laat dat even indalen. Dus Ed van Tijn, zometeen komen de senatoren, dan gaan ze Ed van Tijn herdenken. Daar komt mevrouw Braunsluit, de minister van Binnenlandse Zaken. Ja. Mevrouw Bruinslot, goedemiddag. Mag ik u een vraagje stellen? Nee, alleen, ik ben een klokluider van justitie. Gefeliciteerd met uw nieuwe functie. U heeft ook de AIVD in uw pakket. Ik wil alleen vragen, ik heb een verbod. Ik mag Rutte en de jongen niet zien. Okay. Bent u op de hoogte dat ze komen? Want dan moet ik hier weggaan. Weet u dat misschien? Dat weet ik niet, want ik kom hier zelf voor een herdenking van de heer Van Tijn, die natuurlijk overleden is. Ja. Dus die vindt zo plaats. En hij was natuurlijk een ambtsvoorganger. Ja. Dus daar mag ik nu bij wonen. Dus ik weet niet wie er verder... Nee, maar ik denk, u als BISA-minister, dat is natuurlijk een hoge functie. En de AIVD, die weet van alles natuurlijk. Maar ik denk, dan ga ik weg. Want als u al zelfs komt,
Maar, nee, ik kom voor de herdenking. Ja. En die begint zo, dus ik loop nu door. Want ik zou natuurlijk niet te laat willen zijn voor de herdenking van de heer Fontijn. U bent een van de eerste, kan ik u vertellen. Kijk. En ik zei al een tijdje. Maar mag ik misschien, ik kom in vrede en ik heb geen slechte plannen. Ik ben de klokluider van een gevangenisziekenhuis. En ik zou, bent u genegen om mij misschien een keer te ontvangen over het praten van rapporten van de inspectie? Is dat mogelijk? Ik heb daar geen zicht op dit moment. Het is de eerste keer dat ik u ontmoet. Dus in ieder geval... Zal ik u dan een e-mailtje sturen? En ik weet niet hoe het zit met de inspectierapporten, maar dat zal ik... Dat klinkt in ieder geval naar iets wat mijn collega van Justitie en Veiligheid aangaat. Maar ik kan het gewoon niet overzien. Okay. Ik wil in ieder geval een fijne dag wensen en dank. U ook. En ja, dag. Dag. Ja, het is natuurlijk... CDA, mevrouw Hanke Bruinslot. Zij heeft nu ook kennis met me gemaakt. En CDA had natuurlijk onwijs verloren met de verkiezingen. Maar dit is een onwijs hoge functie. Wat is het ook weer? Binnenlandse Zaken. Dan behoor je samen met de Algemene Zaken, Rutte en mevrouw Bruinslot, die twee departementen, dat noemen ze het Huis van de Koning. Ja, toch, Piet? Ja, maar ik vroeg even van haar, maar misschien hebben jullie meegeluisterd. Oh ja, of Rutte en de jongen komen, want dan moet ik heel hard wegrennen. Want ik heb geen zin in detentie. Ik stond bij de ingang van de Eerste Kamer, maar ik zie heel veel mensen lopen over die loopbruggetjes. Dus waarschijnlijk pakken ze de ingang bij het Lange Voorhout. Want ik wil toch even enkele senatoren spreken. Want de meesten weten waarschijnlijk dat ik daar sta. Dus dan pakken zij weer een andere route. Het is echt waar, hè? Want ze hebben geen zin in dat gezeik van mij. Daar zie ik er al eentje lopen. Volgens mij, met die pluutje. Of niet? Denk jij? Lijkt wel op, hè? Lange Voorhout 34. Voormalige Hoge Raad. Nu... de verzamelplek van de leden van de Raad van State en de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De senatoren, de superlobbyisten. Herhalen. Want ze zijn senator, maar ze kunnen ook zaken doen namens de tabakslobby, wapenindustrie, de nieuwe uniformen van de marechaussee. Ze hebben allemaal dubbele pet op. Wat doet Dick Berlijn? Hoeveel functies heeft Jaap de Hoop Scheffer? Is niet van origine een CDA'er. Hij zat ooit bij een andere partij, maar om carrière te maken hopte hij over naar de CDA. En hij komt, ik kan niet alles vertellen, maar hij was ook lid van Minerva. Trilateral Commission. En ook de Trilateral Commission. Ja, we gaan even een blokje om. Ja, ik zeg, waar een ander een veilig gevoel krijgt bij het zien van de politie, heb ik dat niet echt. Omdat ik dan denk, daar gaan we weer. Maar CC staat ook te kijken. Het is 13:24. Maar ik mag hier gewoon zijn, toch? Ik moet het mezelf elke keer weer hardop afvragen. Want ik denk, wat heb ik nou weer fout gedaan? Niks, toch? Ik heb de minister van Binnenlandse Zaken aangesproken. En ik zeg elke keer, kom in vrede. En en voor de waarheid. Ja, we staan er buiten bij de Eerste Kamer, maar ik moet denken, ik zie het licht daar aan en uit gaan. En ja, dat deed ik ook in mijn cel in Almelo. Dus wordt daar misschien iemand vastgehouden, weet jij veel? Is er iemand in nood? Op de tweede etage zien we de senatoren heen en weer lopen en die gaan nu naar de herdenking van Ed van Tijn. En ten tijde trouwens, Van Tijn, die had ook te maken met Erik Nordholt. En die was de hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie. En ja, ook al wil justitie het ontkennen, er zijn verklaringen onder ede gedaan dat Demmink zedenverdachte was. En de onderzoeksopdracht luidde van, zij worden verdacht van georganiseerd misbruik van minderjarige kinderen. Dat was nogal wat. En één iemand heeft toen de tijd gezegd, toen dat ultrageheime team werd samengesteld, toen heeft er eentje gezegd, naar wie dat onderzoek zou worden opgestart, die zei van, ja, maar dat zijn onze bazen. Dat zijn onze bazen. En weet je wie dat zei, die opmerking plaatste? Dat was Pieter Jaap Albersberg, de huidige Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid. Wat weet hij van...
van de zaak Temmink. Ik wil jullie wijzen op een tweet uit 2014, 5 maart 2014. En die tweet is van Saskia Belleman. En zij was aanwezig bij het verhoor van Leen de Koter. Die ook betrokken was bij het onderzoek naar georganiseerd kindermisbruik. En Belleman zegt dus, degene die die opmerking maakte is de huidige korpschef van de politie Amsterdam-Amsterdam, Pieter Jaap Aalbersberg. Die heeft dus de uitspraak gedaan, ja maar dat zijn onze bazen. Die had helemaal geen zin in zo'n onderzoek. En Twan Heijmans, ook 5 maart, dus Google maar. De tweets staan nog online. Twan Heijmans zegt, er is gevraagd om een observatieteam. Demmink en de andere 3, dat zijn Waabeke, Woldrik en Hans Holthuis, toentertijd landelijk parket. Dat kwam er niet omdat de huidige korpschef Amsterdam weigerde. Degene, ja, hij weet het al, ja, maar zegt die naam niet eerder. Ja, ik verzin het niet. Deze journalisten zijn aanwezig geweest bij dat verhoor. Zij hebben dit opgetekend. Zij hebben hier publicaties over gedaan. Twan Heijmans, Saskia Belleman en Koen Voskuil. Zij waren aanwezig bij die verhoren in 2014 en 2016. Ik was bij enkele verhoren in 2016 en ik kreeg kippenvel af en toe. Met name toen in 2016 Jetty Bruggeweert ging getuigen. En het Rolodex-onderzoek, de pedo-onderzoeken zijn opgestart naar aanleiding van de agenda van Jetty Bruggeweert. Oh, de vlag was net nog in top, nu is hij half sok hangen. Hebben we niet gefilmd volgens mij? Of misschien wel, weet ik niet. Maar ik wil zeggen, Jetty Bruggeweert die ging opeens verklaren over dat er lijnen liepen van Amsterdam naar België. En toen ze dat, toen België zei, toen kreeg ik kippenvel. En er waren heel weinig mensen in de rechtszaal aanwezig. Maar toen dacht ik van, nu gaat Dutroux genoemd worden. Maar wie greep er toen in op dat moment? Dat was Bert-Jan Houtsagers, de landsadvocaat van Pels Rijken. En die zei van, objection your honor, maar dan in het Nederlands. En hij zei, we hebben het alleen over Nederland. En dus toen ging het zo, dus mijn kippenvel verdwenen. Ik dacht van, hoezo? Maar ja, Houtsagers was best wel een goede advocaat. En die denkt van, hij was wel even bij de pinken. Maar het is echt allemaal gebeurd. Dus ik zeg, journalisten, publicisten, columnisten en allerlei mensen die zeggen van dat het niet waar is. En dat er de elite en justitie er niets mee te maken hebben. Het is wel waar. En als jullie dat ontkennen, dan zijn jullie onderdeel van het probleem. De actieve politiek, voor wat later een intermezzo van 5 jaar bleek. In 1999 werd hij namelijk lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Velen herinneren zich hem als de PvdA-woordvoerder die zich uitsprak tegen het wetsvoorstel voor een gekozen burgemeester. Wat veel mensen waarschijnlijk niet meer weten, is dat Fontijn in de 8 jaar van zijn lidmaatschap van deze Kamer vooral het woord voerde over buitenlandse zaken en mensenrechten. Zijn maidenspeech bijvoorbeeld sprak hij in 2000 uit bij de begroting voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij steunde in zijn bijdrage het nieuwe elan, een term die ook toen al in de mode was. Ja, nieuw elan. Het nieuwe elan van het Nederlands beleid en vooral het buitenlands beleid, dat een verschuiving betekende van de balans tussen nationale soevereiniteit ene. Ja, nou ja, dit is Jan-Antonie Bruin en dan zeggen ze natuurlijk van de doden niets dan goeds. Ze gaan niet alle rotzooi opnoemen waar Etje ook kennisdrager van is geweest. Dat gaan ze natuurlijk niet zeggen, want dan wordt het volk helemaal hels en woedend. Dus wat wil je zeggen, Pieter? Dus hij wilde geen gekozen burgemeester hebben. Hij was er tegen, hoor ik net. Dat wist ik dan ook niet. Maar goed, ik weet gelukkig niet alles, want dan slaap ik nooit meer. Maar, wat zou ik zeggen? Etje, ik mag Etje zeggen, hij kent me niet. Meneer Fontijn, dat heeft hij nooit gehoord van mij. Maar hij was ook betrokken bij de IRT-affaire. En dat was dat de Nederlandse staat, die regelde zelf de transport. De drugstransporten, honderdduizenden kilo's hard- en softdrugs zijn er ingevoerd. En sommige gedetineerden die mochten daar aan meewerken. En wie wist er daar ook het een en ander van? Mink Kok, Ron de Jong
En Roye Ron. En door de bekentenissen van Roye Ron is die Tevendeel, moesten opstelten. Opstelten. Die moesten aftreden. En ook van de steur. Maar het gaat terug. Etje was ook betrokken bij een hele hoop rotzooi. Ja. Mogen hij rusten in vrede. Niet schrikken, ik heb mijn bril weer afgedaan. Die oude bril. Ik moet een nieuwe fok kopen. Een brilletje. Maar ik was Hanke Bruinslot, die was daar als minister van Binnenlandse Zaken. Maar Ed van Tijn is ook kortstondig min Biza geweest. En dat moet ik dan toch even oplepelen. Van januari 94 tot 27 mei 94. En dat hij vrij snel weer terugtrad, hing samen met het feit dat hij struikelde over de IRT-affaire. Ik zei het net al, die drugstransporten. En toch nog even bezig zijn. We kunnen wel even. Oh, hij is ook nog bezig, die vent. Met allerlei lof en eer. Demmink, coördinator drugsbeleid. Ik ben de enige die daar altijd over schrijft. Op Twitter. En ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer om te twitteren, want ik ben het spuugzat. Kijk. Kijk. Dit is. Wat zie je nou hier? Wat zie jij het, Pieter? Wat staat er? Lees het eens op. Wat heb je in zijn pakket zitten? Internationale? Rechtshulp. Internationale coördinatie drugsbeleid. Drugsbeleid. Ja. Daar gaat het om. En Demmink maakte promotie na de IRT-affaire. Dat is heel apart. Demmink bleef zitten. Ze hebben toen gezegd dat er een rel was. Zorgdrager en Arthur Dokters van Leeuwen. Maar ja, wat er naar buiten is gekomen, was dat al wel de waarheid? Ging het wel om de affaire Lancé? Dat zeggen ze. Maar heel vaak valt het kabinet om een hele andere reden. De man die nu herdacht wordt, Van Tijn, IRT-affaire. Maar hij wist ook in 81, 82 dat pedokinderrechter Theo Ruip moest opstappen. Vanwege gerotzooi met jonge jongens. En Ruip, die zat in het opvangthuis in het bestuur bij Yvonne Kuls. En Kuls heeft daar in 1985 een boek over geschreven. En dat heet Annie Berber en het verdriet van de tedere crimineel. Ik raad iedereen aan om de heruitgave uit 2015 te kopen. Daarin zit een brief van voormalig rechter Jan van Lelieveld afgedrukt. En dat was de man van Hella Haassen. Ook een beroemde schrijfster. Hella Haassen en Kuls waren vriendinnen. Jan van Lelieveld is in 1979 opgestapt als rechter bij de Haagse rechtbank, omdat hij er niet meer tegen kon dat twee van zijn collega's gewoon niet deugden. Cornelis Stolk, vicepresident van de Haagse rechtbank, had een homoseksuele relatie met serie kindermoordenaar Koos Hertogs. Daar heeft Peter R. de Vries, als jullie het niet willen geloven, Peter R. de Vries heeft dat in 2015 beschreven toen Koos Hertogs overleed. En de Vries schreef: Hertogs en Cornelis Stolk had een homoseksuele relatie vanaf 1968. En toen had Theo Ruip, die liep al jongetjes te verkrachten. En Theo Ruip was de vader van Marnix Ruip, de ontwerper van Haagse Harry. Dat is een hoop narigheid, hè? En dat komt allemaal. Er was toen een pedonetwerk in Den Haag. En Marlies van Muiswinkel zegt dat dat pedonetwerk nog steeds intact is. Heb ik niet gezegd, heeft Marlies van Muiswinkel gezegd. En zij heeft bewijsmateriaal ingediend in 2014 bij de Haagse rechtbank. En wie mocht dat toen behandelen? Jan Wolter Waabeke. En dat was een artikel 12 procedure. En Waabeke heeft dat in mei 2014 hebben ze dat van tafel geveegd, ondanks dat er een shitload aan bewijsmateriaal was. Maar Waabeke zegt van we gaan hier niet verder mee. Dus Marlies van Muiswinkel en de drie kinderen die dus verkracht zijn, die waren helemaal verdrietig, want er gebeurde helemaal niks mee. Maar wat gebeurde er in 2014? Toen waren er dus meerdere rechercheurs die de naam van Waabeke samen noemden met Demmink als verdachte van georganiseerd misbruik van minderjarige kinderen. Nou ja, en Waabeke was tot een paar jaar geleden nog vicepresident van de Haagse rechtbank. En ik heb zelf geen leuke ervaringen met de Haagse rechtbank. Ze hebben mij een strafblad gegeven. Mijn ontslagzaak die is daar behandeld vorig jaar februari 2021. Die loopt nog en ik heb meerdere zittingen meegemaakt van één van Robert van Luitgaarden en meerdere van mijn familie. En elke keer kloppen de verslagen niet.
de processus verbaal van de Griffie. En dat is een klacht van mij. En dat, ja, daar wil ik mee afronden. Griffie is heel belangrijk. Wie is de secretaris? Wie is de griffier? Wie is de notulist? Gerard Roes is een hele bekende speler, een vriend van Joris Demmink. Die was tijdens de commissie Wieringa, een voorloper van de commissie van Tra, was hij de notulist. En als jij als notulist mag gaan schrijven en er wordt over je vrienden verklaard, ja, wat plaats je in een verslag en wat laat je weg? Ga daar eens over nadenken, weet je wel, griffie, het is heel belangrijk. En daarom, dat wil ik nog even zeggen, als ik voor moet komen, ik word in de krant geframed, maar ook door griffiers, die hebben mij een poets gebakken. Ik wil eigenlijk voortaan bij een komend proces, wil ik dat alles opgenomen wordt, in beeld en geluid. Want er is bij mij geen vertrouwen meer in deze mensen. Ik ben de klokluider van het Scheveningse gevangenisziekenhuis en ik wil onder ede getuigen, zo snel mogelijk, in de Tweede Kamer of live op tv. Mijn verhaal is zeer explosief. Onder ede, niet vergeten.